Deze beelden uit de Koper-reportage werden gemaakt door een Duitse undercoverjournalist op een Blood & Honor concert in april in Belgium bij Kortrijk. 300 neonazis vierden de verjaardag van hun held Adolf Hitler. Op basis van de beelden ging het onderzoek van start. Het waren heel expliciete beelden. Men kon heel duidelijk door een analyse ervan vaststellen dat die mensen heel duidelijk en open inbreuken plegen op de antiracismewet. Afgelopen weekend was er een gelijkaardig concert in Diksmuiden. Agenten in Burger slaagden erin om binnen te dringen en ook daar stelden ze inbreuken op de racismewet vast. Dat soort dossiers is de bewijsvoering en de bewijsscharing heel moeilijk. Het gaat hem inderdaad om een heel gesloten milieu die hun eigen veiligheidsscreenings doen. Ook niet iedereen geraakt daar zomaar binnen. Het volstaat niet om de typische kledij en haardracht te hebben om zomaar binnen te geraken. Het onderzoek gebeurde daarom in nauwe samenwerking met de veiligheids- en inlichtingendiensten van ons land. Vanmorgen zijn dan 3 mannen opgepakt in Gullegem, Antwerpen en Bocholt. De verdachte uit Limburg was kandidaat bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen voor Vlaams Belang. In de loop van de namiddag verschijnen ze voor de onderzoeksrechter. Mogelijk zijn er dan ook meer details over de huiszoekingen bekend.